Jarenlang brandde het paasvuur op een andere locatie, maar toen de nieuwe grondeigenaren niet meer wilden, moest de organisatie op zoek naar een nieuwe plek. Het oog viel op een braakliggend terrein aan de rand van de wijk De Hoge Kamp. We hebben dus wel rondgekeken om een alternatief te vinden en dat is nogal moeilijk in de gemeente Goor. In overleg met de gemeente hebben we dit voorgesteld en toen is dit er wel uitgekomen dat we misschien hier wel de traditie voort kunnen zetten. Maar veel wijkbewoners zijn niet blij met de nieuwe locatie, zo dicht bij de huizen. Ik vind een traditie als een paasvuur vind ik geweldig. Het hoort echt bij de regio en ik ben er eigenlijk wel een voorstander van. Maar ik ga kijken wat er van zo'n brandstapel afkomt. Het is toch heel veel toch vuurdeeltjes die er vanaf komen. Die dwarrelen door de lucht. En als ze maar genoeg tijd hebben om weg te dwarrelen, dan dooft dat wel uit. Hier zit je binnen in de bouwde kom. Dus ja, het is heel snel als de wind verkeerd staat dat het over heel Goor heen dwarrelt. En ja, dan weet ik er niet wat daar gaat gebeuren. De organisatie zegt rekening te houden met de wijk en past de omvang van het paasvuur erop aan. We hebben ook wel eens in het verleden met grote droogte ook wel eens dingen meegemaakt dat je denkt van, ja, dan gaat het wel, soms wel heel erg hard. En ik kan me iets bij voorstellen dat daar mensen frustrerend zijn, maar wij proberen dus dan in die beperkte vorm wat we dus misschien hier gaan doen in het misschien wel dan het kleinste paasvuur van Overijssel, toch de mensen die schrik die ze waarschijnlijk daarvoor hebben weg te nemen. Hoe klein is het kleinste paasvuur van Overijssel dan? Wat hebben jullie in gedachten? Nou, dat zou dus ongeveer 3 meter hoog zijn. Dat is wel een beetje laagwekkend, maar goed, een veredeld kampvuur kun je het ook noemen natuurlijk. Het gaat de bewoners niet alleen om de hoogte van het vuur. Er is nog iets wat de wijk zorgen baart. Maar er komt ook nog eens een keer een feestterrein bij met bierteentjes en wat te eten. Hartstikke gezellig allemaal. Maar je praat over dan relatief maar een klein weilandje waar 2000, 3000 man op komt te staan. Dinsdag neemt de gemeente een beslissing over de vergunningaanvraag.